Natuurlijk kun je het beste staand presenteren, ook tijdens een vergadering. Maar soms is het heel gek om te gaan staan als het iets kleins is of het is heel ongebruikelijk. Dus hoe kun je dan het beste zittend presenteren? Deze videotip gaat erover hoe je het beste overtuigend zittend kunt presenteren tijdens een vergadering. Wat doe je tijdens het presenteren met je handen? Hoe zit je erbij? En hoe gebruik je stem? En moet je taalgebruik anders zijn als je zittend presenteert? Daar ga ik graag op in. Qua houding hebben de meeste mensen de neiging om voorovergebogen te zitten. Want zo zit je zo lekker. En zo zijn ze ondertussen aan het vertellen en dingen aan het uitleggen. Maar dat is juist fout. Zo maak je jezelf klein. En daar wordt je presentatie minder goed van. Dus ga goed rechtop zitten, maak je iets breder dan je anders zou doen, kijk goed rond en met deze rechte houding maak je veel meer indruk. Sommige mensen hebben ook de neiging om de stoel stevig aan te schuiven, maar dan zit je klem tussen de tafel en de stoel. Het is juist prettiger als je iets meer bewegingsruimte hebt, dus de stoel een klein stukje naar achteren, de rug los van de rugleuning en zo kun je, als het goed is, iedereen goed aankijken en aanspreken. Let ook goed op de plek waar je zit. Het liefst is dat natuurlijk een plek waar je iedereen goed kan zien en ook de buren links en rechts naast je goed in de gaten kunt houden. Dan komen we bij de armen. Waar laat je je armen? Sommige mensen hebben automatisch de neiging om heel netjes en beleefd de armen onder tafel te houden. Maar ook daarmee kom je weer kleiner en dan heb je een gebogen houding en ook dat komt minder goed over. Dus mijn tip is: armen boven tafel, handen boven tafel en je iets breder uit elkaar dan je anders zou doen. Ook de handen op deze manier of zo houden maak je onnodig klein en dat is bij een presentatie juist niet gewenst. En dan de vraag, moet je je stem nu anders gebruiken als je zit? Op zich zou je ook zittend meer die presentatiestem kunnen houden. Waarbij je plechtig zegt, ik leg jullie graag hier iets over uit en het volgende is daarbij van belang. Die stellige, plechtige stem kan indruk maken. Maar liever heb ik, en mooier is het ook, als je daar je normale vertelstem gebruikt. De stem die je in een cafeetje tegen iemand zou gebruiken als je iets zou willen uitleggen. Dus niet. Wij gaan met z'n allen over op Office 365. Ik leg jullie graag uit wat de voor- en de nadelen zijn en hoe we er het maximale uit kunnen halen. Dat is een wat plechtige stem, doet het op zich goed, maar is toch minder overtuigend en minder aansprekend. Liever zou ik dan hebben dat je bijvoorbeeld zegt, jullie weten allemaal al dat we overstappen op Office 365. Jullie willen natuurlijk heel graag weten, wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen en hoe kunnen we met elkaar daar nou het meeste uithalen. Nou, ik vertel er graag wat meer over. Dat is een stem die wat vertrouwelijker is, wat persoonlijker is, waardoor je mensen dus makkelijker mee kan krijgen in je presentatie. Mocht je dit een nuttige tip vinden, like ons dan, alsjeblieft. En mocht je zeggen, ik wil me graag abonneren, het is gewoon gratis, klik dan op het logo. En als je zegt, ik wil graag een notificatie hebben, ik wil weten wanneer de allernieuwste videotip van jullie beschikbaar is, klik dan op het belletje hieronder. Graag tot ziens bij de volgende videotip.